enige wat je nodig hebt bij het korstvissen op winden is een hengel en een haakie. Ik gebruik altijd haakmaatje 8. Dat is een lekker grote haak. Daar kan je makkelijk mee aanslaan. Ik gebruik een drijvende lijn, want als je een zinkende lijn gebruikt, als je dan wil aanslaan op een langere afstand, dan moet je eerst de lijn uit het water trekken. Dus heb je minder kracht in je aanslag. En met de drijvende lijn hoef je alleen maar van het water af te trekken, dus dan heb je meer kracht. Om te beginnen gooi ik er altijd eerst even een paar korstjes in. Ik ga nog niet meteen vissen, want dan kan ik even wachten tot de vissen er zijn. Dus het heeft geen zin om al meteen te beginnen met vissen. En het is nu nog niet zo laat in de avond. Dus waarschijnlijk hebben ze nu nog geen honger. Nou, ik zei een minuut geleden nog wel dat ze waarschijnlijk geen honger hebben. Maar ik zag nu al vis op de stek. Dus ga ik het even proberen. Pas op met die stenen. Als je een steen omgooit, dan zijn de vissen waarschijnlijk weg. Ik zag hem een klein stukje uit de kant, een paar korstjes pakken. Dus ik laat hem even met de stroming meedrijven. Dan hoop ik dat hij die van mij ook ziet. Ik zie mijn broodje niet meer, dus ik ga hem eruit slaan. En ik ga hem nog een keer dezelfde stroom laten bevissen. Dat blijf ik dan net zo lang doordoen tot ik hem heb. Ik gooi er eerst een paar korstjes in. Dan hebben ze meer kans om de korstjes te zien. Zo, 3 is wel voldoende. Gaat die. Ja, instant gepakt. Volgens mij is het niet de grootste winde ooit. Maar vis is vis. Ja. Oeh, let's go. Mooie aanbeet. Heel rustig, even gewacht. En toen bam. Ik heb een lang net, dat is ook wel handig. Mooie winden. Ik heb het onthaakmatje een beetje op een vlak plek gelegd, zonder al te veel stenen. Eerste stek, begint goed. Hij had waarschijnlijk nog geen middag gegeten. Ik zet hem in het net terug. Dan heb ik geen kans dat ik hem laat vallen voordat ik bij het water ben. Ik laat hem ook met het net weer vrij. Dan is het geen geklungel om bij het waterkant te komen. Eerste stek, joh. Binnen 10 minuutjes. Top. Goed. Het is wel heel fijn als rivier met van die kribben. Als je bijvoorbeeld eentje hebt gevangen, dan kan je gewoon heel makkelijk naar het volgende kribbetje. Ik denk dat ik over een paar minuutjes weer even kripje verder gaan, want het is hier nu al 20 minuutjes niks. Dan kan je gewoon doorgaan naar de volgende plek. Die zijn er genoeg. Ik heb een lekkere lange hengel. Het is eigenlijk een penhengel om op karper mee te pennen. Hij is 3,60 meter, dus dat is aardig lang. Daarmee is het lekker makkelijk goed aanslaan vanaf langere afstand. En omdat het een penhengel is, kan je mooi licht gewicht mee weggooien. Dus ook een klein licht korstje. Ik ga even kijken hoe de krip hiernaast eruit ziet, anders lopen we terug. Maar ik denk dat we wel even een paar korstjes erin gooien, dat het wel waard is. Die werd echt meteen gepakt. Jij wordt gepakt. Hij heeft hem. Ach, weer mis. Ik heb nu net een vis gemist, 2 keer. Dus ik heb die even een wat kleinere korst eraan gedaan. Die vis die gaat nergens heen. Winders komen ook altijd in een schooltje, dus dat is mooi. Oh, na 4 keer misslaan heeft hij hem eindelijk. Zo. Oh, holy moly. Dit is echt een mooie winde, zeg. Oh, breng hem gewoon naar het matje. Die winders die spartelen echt heel erg.
Auw, en nu zit hij in mijn vinger. Als jij vissen hebt, dan is dit eigenlijk een vergrote versie van wat jij in je aquarium hebt. Eigenlijk is een wille dus een grote goudvis. Fish on. Oeh, de cameraman die zag hier een. Ons oude brood pakken. Had hij wel heel mooi gezien. Nu hebben we er een. Het oog van de winden is kleurloos. Zo mooi eigenlijk. Hij heeft hele kleine schubjes. Aan de zijkant kunnen dat wel 55 tot 61 zijn. De zon is al bijna onder, zoals je ziet. Nou, dan heb ik vakantie nu, dus dan ga ik morgen weer vissen. Ja, ik hoop dat jullie nu gezien hebben hoe het moet en dat jullie ook van deze visserij kunnen gaan genieten. Nou, ik vond het hartstikke leuk en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.